Goeiedag, dames en heren. Van harte welkom op ons webkanaal dominicanen.tv. Vandaag starten wij met een nieuwe reeks. En deze reeks is met professor Benedicte Lemmelijn. Hartelijk welkom, professor. Ik ga u eerst eventjes voorstellen aan de kijker. Professor Lemmelijn is professor in Leuven, Katholieke Universiteit van Leuven, aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Zij is oud-testamentica, dus gespecialiseerd in het Bijbelse deel, het Oude Testament. Haar werkterrein is eigenlijk drieledig. Op de eerste plaats doet ze streng academisch wetenschappelijk werk, namelijk tekstkritiek. Op de tweede plaats is ze lesgever. En op de derde plaats, en ze vindt dat zelf heel belangrijk, populariseert ze ook datgene wat ze wetenschappelijk bestudeert. Namelijk als een soort dienstverlening aan de geloofsgemeenschap. Professor Lemmelijn is gehuwd met de heer Hans Ausloos, die ook professor is, ook Oud Testament, maar in Louvain-la-Neuve. Je zou kunnen zeggen de zusteruniversiteit van Leuven. Dus een oud-testamentisch koppel, zou je kunnen zeggen. Ze hebben samen drie kinderen. Professor Lemmelijn schrijft regelmatig ook in Tertio-columns en ook in het tijdschrift, het Bijbeltijdschrift Ezra. Zo, professor Lemmelijn. Er kan misschien nog veel meer gezegd worden, maar dat mag voorlopig volstaan. Ik zou graag beginnen met u gewoon de vraag te stellen, een vraag die waarschijnlijk bij vele kijkers ook op de lippen ligt. Hè. Waarvoor is dat toch allemaal nodig? Hè? Zo dat bestuderen van het Oude Testament, dat wetenschappelijk benaderen van de Bijbel, hè, laat het ons maar in het algemeen zeggen, de Bijbel zelf met zijn mooie verhalen is dan niet duidelijk genoeg. Dat is zo'n een eerste vraag, een beetje om onze reeks een richting te geven. Wel, als we die vraag stellen, dan komen we eigenlijk al uit bij de betekenis van het woord exegese. Men zegt Bijbelse exegese, Bijbelexegese. Exegese komt van het Griekse woord exegeomai, uitleiden. Dat betekent, het gaat eigenlijk om het uitleiden van de betekenis uit een tekst. Je zou kunnen zeggen interpreteren, interpretatie. Nu, waarom is dat nodig, interpretatie bij die Bijbelse teksten? Wel, ik wil heel algemeen starten. Als we het hebben over elke vorm van communicatie, dan is er interpretatie nodig. Dat wil zeggen, als wij hier nu mondeling spreken, dan valt dat nogal mee, want bij mondelinge communicatie ziet u ook mijn mimiek, heeft u andere factoren. Bij schriftelijke communicatie is dat anders. Als ik bijvoorbeeld, heel concreet om te beginnen, zeg: amai, je ziet er goed uit vandaag. Dan kan u dat opvatten als een compliment. En u hoort aan mijn intonatie, aan mijn mimiek, dat het een compliment is. Maar als ik zeg, amai, jij ziet er goed uit vandaag. Dan zeg ik net dezelfde, identieke woorden, met een andere intonatie en een andere mimiek. En dan betekent het ironisch dat u er misschien heel erg moe uitziet. Met andere woorden, mondeling valt dan nogal mee, omdat we eigenlijk de inbedding hebben van een situatie, van de context. Bij schriftelijke communicatie is het veel moeilijker. Dan hebben we die factoren niet. Wat we wel hebben, is de literaire context. De context, geschreven context, waarin iets staat. Dan heb ik het nog altijd alleen maar over schriftelijke communicatie vandaag, waar we eveneens context nodig hebben. Als ik nu de stap naar de Bijbel zet, dan hebben we het over schriftelijke communicatie, dus met al zijn moeilijkheden die er altijd al zijn. Maar bovendien hebben we dan te doen met een realiteit die in vele opzichten vreemd is van ons. Niet alleen vervreemd, je zou kunnen zeggen, door de moderniteit en door de historisch-culturele evoluties die we doorgegaan zijn, zijn we een beetje vervreemd geraakt van het Bijbelse denken. Maar eigenlijk nog dieper is de Bijbel zelf vreemd. En dat in een heel aantal opzichten. En ik zou eigenlijk, om uw vraag te beantwoorden, als u mij die tijd gunt, een keer willen ingaan op een aantal van die factoren die de Bijbel tot een vreemd
fundament van wat wij denken te mogen geloven, waar wij ons dogmatisch spreken op baseren, zelfs ons eten spreken soms. Maar dat fundament is eigenlijk vreemd. Dat communicatieproces is vreemd in een aantal opzichten. Een eerste zaak die je zo kan beklemtonen, is dat het feit eigenlijk dat exegeten, mensen die die teksten willen begrijpen, maar in brede zin, iedereen die de Bijbel vandaag leest, dat we eigenlijk met een mooi Engels woord outsiders zijn. Wij staan eigenlijk buiten dat rechtstreekse communicatieproces. Wat ik bedoel is dat de Bijbelse teksten niet geschreven zijn, oorspronkelijk, voor mensen van de 21ste eeuw. Ook niet geschreven zijn voor, in ons geval, mensen in West-Europa. Dus we treden een communicatieproces binnen waar we eigenlijk niet rechtstreeks in horen. En je zou kunnen zeggen, als we bijvoorbeeld de brieven van Paulus aan de Korintiërs lezen, dan lezen we brieven van iemand die we niet kennen aan een gemeenschap die we ook niet kennen. Met andere woorden, exegese gaat proberen achtergrond te voorzien om één, een beetje te leren weten wie die Paulus is en een beetje te leren zien wat die Korintiërs eigenlijk aan de hand hadden. Bovendien, bepaalde brieven van Paulus zijn dan nog eens antwoordbrieven waar we de eerste brief niet hadden, waar we dus dubbel moeten interpreteren. Hetzelfde is waar met bijvoorbeeld Psalm 137, geschreven in de ballingschap, toen Israël in ballingschap was in Babylon, als de exegese geen achtergrond biedt over de situatie waarin die tekst geschreven is, dan weten wij niet wat ze bedoelen met daar weenden wij aan de rivieren van Babylon. Dus we hebben eigenlijk achtergrondinfo nodig, omdat we eigenlijk, faktisch gesproken, geen rechtstreekse geadresseerden zijn. Dat is een eerste element. Het is alsof je een brief van iemand leest aan iemand die je niet kent. We zijn dus buitenstaanders. We zijn buitenstaanders, eigenlijk. Dus daar hebben we bemiddeling, achtergrondkennis voor nodig. Een tweede zaak natuurlijk, die in het geval van de Bijbel de zaak nog bemoeilijkt, is de zogenaamde taalbarrière. Die teksten zijn niet in het Nederlands geschreven. Ik zeg het altijd, Hebreeuws, Aramees voor het Oude Testament, Grieks voor het Nieuwe Testament. Ja, en dan heb je twee keuzes. Ofwel ga je die talen grondig leren, en ja, dat vraagt wel enige tijd en moeite. Maar zelfs in het geval dat je dat doet, zoals ik ondertussen een goede 30 jaar bezig ben, wordt dat nooit je moedertaal. Dus er blijven daar problemen, bijvoorbeeld woorden die maar één keer voorkomen, hapaxelegomena, zoals men dat noemt. Wat betekenen die eigenlijk? Dus de andere oplossing, als je dat niet wil doen, en wat ook al niet helemaal perfect loopt, de andere oplossing is zo mogelijk nog problematischer. Je gaat werken met vertalingen. Maar vertalingen, zoals het spreekwoord het zegt, traduir, se trahir, vertalingen zijn eigenlijk al interpretaties. Met andere woorden, als wij een tekst in vertaling lezen, lezen wij de interpretatie van die vertaler en wij moeten nog eens interpreteren, dus we zijn aan interpreteren in het kwadraat. Dat wil niet zeggen dat we er niks mee kunnen doen, maar het is iets waarvan we ons bewust moeten zijn. Dat is een tweede factor die laat zien dat we toch wel enige bemiddeling nodig hebben. Een derde en vierde factor wil ik eigenlijk samen nemen. Dat is met name een culturele kloof en een chronologische kloof. En als je die twee, ik neem ze even uit elkaar, breng ze daarna terug bij elkaar. Een culturele kloof. Ik maak het weer heel concreet. Als wij vandaag de dag de term multiculturele samenleving gebruiken, dan komen er allerhande connotaties van moeilijkheden, hier in Brussel bij uitstek misschien, van problemen die er ontstaan in het communicatie-interpretatieproces van verschillende culturen. Maar dan heb ik het over culturen contemporain, die allemaal in 2021 zitten. Hou het dat even vast. Als we dan chronologische kloof bekijken, en ik maak het weer heel concreet, u zou de krant nemen van, wat zijn we vandaag, 8 juli 1951. Als wij willen begrijpen wat een bepaald artikel in die krant betekent, dan hebben wij eigenlijk achtergrondkennis nodig over wat er in 1951 aan de hand was. Wat waren de hete hangijzers, waar waren die mensen mee bezig? Dus we hebben achtergrondkennis nodig van 1951 om in 2021 te begrijpen waarover dat gaat. Als je nu de Bijbel bekijkt, dan zijn die twee samen. We zitten met een culturele kloof tussen, in ons geval, een westerse samenleving en een beschaving uit het oude nabije oosten. We zitten over
zelfs als je naar de jongste boeken van het Oude Testament kijkt, zitten we in de 3e eeuw, de oudere zit de 8e eeuw, om nog voorzichtig te zeggen. Met dan het Nieuwe Testament, 100 na Christus maximum. Dus we zitten met minstens 2000, 2500 jaar kloof, historisch ook gezien. Dus zowel cultureel, West-Europa, Oude Nabije Oosten, als chronologisch, 2021 en 2500 jaar vroeger, zijn allebei nog bij uitstek aan de orde ten aanzien van die concrete voorbeelden die ik net gaf. Dus we zitten met een culturele kloof en een chronologische kloof tegelijkertijd. Dat betekent opnieuw dat we om het tekstproces, het interpretatieproces, iets of wat te kunnen begrijpen, dat we eigenlijk achtergrondkennis nodig hebben. En over die culturen, die oude Joodse cultuur, maar bij uitbreiding de culturen in het Oude Nabije Oosten. En inderdaad ook historisch gezien, wat was er daar aan de hand? De grootmachten Babylon, Assyrië, Egypte, daartussenin het kleine Israël. Hebben we eigenlijk allemaal een beetje nodig om te kunnen duiden waarover eigenlijk die teksten gaan. En dan kom ik bij een vijfde factor. Binnen al die andere achtergrondfactoren zijn de teksten van de Bijbel zelf ook niet zo eenduidig. We hebben twee problemen, het vijfde en het zesde van wat ik ga zeggen. Het vijfde is, we hebben geen enkele Bijbeltekst die zomaar in één keer door één auteur geschreven is. We kunnen niet zeggen, dit is het boek van Godfried Bomans en hij heeft het geschreven in dat jaar. Elk Bijbelboek heeft een groei doorgemaakt. Heeft niet één auteur, maar is geredigeerd nadien door verschillende redacteurs, is herwerkt. Ik maak het misschien beter concreet voor de kijkers. Als we naar het boek Jesaja kijken bijvoorbeeld, en wij denken de profeet Jesaja, 66 hoofdstukken. Maar als je dat boek goed bekijkt, dan zijn zelfs algemeen gesproken, want vandaag de dag gaat men nog veel verder in onderverdeling, maar zelfs algemeen gesproken zitten we met 3 grote delen. Men noemt die proto, deutero en trito Jesaja, waarvan het eerste deel voor de ballingschap, het middendeel tijdens de ballingschap en het laatste deel na de ballingschap ontstaan is. En we zien dat ook in de boodschap van de tekst. Dus Jesaja, eerst Jesaja, waarschuwt en zegt als we ons niet bekeren, gaat het verkeerd aflopen. Het tweede deel van Jesaja, ze zijn in ballingschap, dus het heeft geen zin meer om te waarschuwen. Wat gaat Deutero Jesaja doen? Hij gaat troosten. Er komt een nieuwe tijd, we zullen teruggaan naar Jeruzalem enzovoort. De derde Jesaja, ze zijn terug in Jeruzalem en de hele zaak ligt in puin. Het is helemaal niet het prachtige belofte die Deutero Jesaja deed. En dus Trito Jesaja gaat die belofte van Deutero Jesaja in een eschatologische tijd zetten. Ooit komt het nieuwe Jeruzalem waar er geen tranen meer zijn. Dus dat ene boek heeft 3 fasen over dik 200 jaar, dus niet van één auteur, geactualiseerd naar nieuwe omstandigheden, naar nieuwe noden van de mensen. Ze leefden met die teksten, het waren geen vastgepinde zenkrecht van open woord van God nog niet. Dus dat is dat gegroeid zijn. Met andere woorden, ook daar, om te begrijpen waar die teksten over gaan, hebben we weer die achtergrond nodig. En de volgende factor is daaraan gelinkt, met name dat we niet alleen te maken hebben met een diachrone ontwikkeling in de tekst gegroeid, maar we hebben ook veel teksten. We hebben hier niet alleen een veelvormigheid, zou ik zeggen, dat was het vorige, een gegroeide, maar ook een veelvoudigheid. We hebben niet één tekst. Mensen die luid roepen, de Bijbel zegt dat je dit of dat, faktisch kan dat eigenlijk al niet. Dan kom ik in het domein waar we misschien een andere keer over spreken, de tekstkritiek. We hebben, simpel gezegd, van elk Bijbelboek meerdere versies en dan nog ook in verschillende talen. Dus de oude vertalingen, Griekse, Aramees, Syrische enzovoort. Met andere woorden, we hebben geen monograaf, geen autograaf van één auteur. We hebben een gegroeide. Plus, al die boeken zijn in verschillende versies overgeleverd voor verschillende gemeenschappen. En die mensen die dat overgeleverd hebben, hebben ook nog veranderingen aangebracht. Dat op met z'n al. Dus buitenstaanders, taal, culturele, chronologische kloof, veelheid aan teksten en gegroeide teksten. Dat zijn eigenlijk allemaal factoren die ons laten zien dat we niet zomaar onmiddellijk, in de letterlijke zin van het woord, die tekst kunnen lezen en nog minder onmiddellijk toepassen. En dat brengt me bij een laatste factor die natuurlijk specifiek in de context van de Bijbel belangrijk is.
met name dat die Bijbel, of die collectie van boeken, moet ik zeggen, Heilige Schrift geworden zijn. En wat betekent Heilige Schrift? Wel, die collectie boeken heeft door de eeuwen heen een autoriteit verworven, is het gezagvolle boek van een grote groep mensen binnen de Joodse religie, binnen het christendom ook, zelfs eigenlijk ook naar de Koran en de islam toe, waar hij verder meegespeeld heeft, zal ik maar zeggen. Dus dat betekent dat we met die teksten niet omgaan zoals met eender welke andere tekst. En dat heeft, exegetisch gesproken, ook een voordeel, maar ook een nadeel. Het voordeel is dat we ons scharen in een lange rij van mensen die allemaal daar al mee geworsteld hebben. We moeten het warm water niet uitvinden, dat is een groot voordeel. Maar anderzijds zou het nadeel daarvan kunnen zijn dat wij denken dat het allemaal al vast ligt. Terwijl we eigenlijk in onze eigen tijd, in onze eigen cultuur, in onze eigen gevoeligheden van onze context, elke generatie op zich eigenlijk de plicht heeft om die teksten ook naar onze tijd te brengen en dus niet alleen maar aan te sluiten bij wat vroeger gezegd is. Concreet, ik besluit, we hebben dus achtergrondkennis nodig, we hebben bemiddeling nodig, omdat die Bijbel vreemd is. Achtergrond, context, de bedoeling van die oorspronkelijke teksten te achterhalen is heel belangrijk om ze vandaag de dag niet eender wat te laten zeggen. Want anders kan je zeggen, ja, maar ik lees daar dit of dat. Dus de draagwijdte vandaag, er mag een toepassing, er mag een doorwerking zijn, maar die kan nooit, al kritisch gesproken, nooit in tegenstelling zijn met wat oorspronkelijk bedoeld werd. Die twee dingen hangen toch wel samen. Om met een boutade misschien te eindigen in mijn betoogje, is dat alles laat zien dat je de Bijbel niet of nooit als een kookboek kunt gebruiken. Je kunt niet zeggen, ja, ik heb dit of dat probleem, kan ik er kijken. Wat zegt de Bijbel? Nee. Dat is oversimplistisch en dat doet alleen maar kwaad. Ja, professor, u hebt ons in beknopte tijd al heel wat gegeven om over na te denken. En ook de zinvolheid van wat jij in uw vak en zoveel exegeten in hun vak doen, hoe belangrijk dit toch is. Als basis mogen dat volstaan. Dames en heren, de volgende keer gaan we daarmee verder. Nog een goede dag.